En de spelers melden zich op het veld. Supporters die er zin in hebben. Dat geldt zeker voor die van Emmen. Maar ook het uitvak is zeer goed gevuld. Dus daar ook zal vertrouwen zijn. Terug uit Polen. Terug in de Eredivisie. Mickey van der Hart. Hij dus in de basis. En daardoor Ulschlegel op de bank. Araujo geschorst naar zijn rode kaart tegen Sparta. Veendorp nu op zijn plek. Bouchouari nu de rechtsback daardoor. En Derksen speelt op de plek van Burnett. Kortom vier achterhoedenspelers met de keeper erbij die eigenlijk op een andere plek staan of helemaal gewijzigd zijn. En ook nog eens een keer El Masoudi die erbij is gekomen voor Zivkovic. En dan zijn er dus wel wat wijzigingen doorgevoerd door de Dick Lucky. En Jok heeft zo ook zijn eigen personele problemen. Stankovic, die jonge maar uitstekende keeper, heeft toen een prima seizoen gekiept. Achterin geen veranderingen, maar geen Orestanio heeft het gehoord. Zit geraakt op de laatste training. Ben Amarda erbij op het middenveld. En Bilal Olcic speelt. Want terug van een schorsing. Touiri daardoor naar de bank. Eerste schotje. Geen probleem voor Van der Hart. Lekker voor de keeper. Die zo zijn debuut maakt voor zijn nieuwe club. Maar dan gaat er nu al een speler van Emmen zitten. Dat wil nog wel eens gebeuren om wat tactische instructies te geven. Dat lijkt me hier toch niet het geval. Maar nu, al heel vroeg in deze wedstrijd, moet Bernard Doede geblesseerd af. Dan komt Heijden, die gaat dan denk ik achterin en Veendorp naar het middenveld. En binnen 5 minuten al een eerste tegenvaller voor de ploeg van Lucky. Rui Mendes, verdedigd door Mirani. Veldmaten, Ushuari. El Mesouri wijst waar hij hem ongeveer wil hebben. Mendes, El Mesouri, Mendes. Schitterend snel gedaan, maar het schot is naast. Heel snel gecombineerd tussen Rui Mendes en Ahmed El Mesouri. Te snel voor de verdediging van Volendam. Dat is toch een aardige schietkans daardoor. Lange bal voor Diemers binnen te houden. Ja, dat lukt wel. Linksbuiten spelend dus vandaag. Voorzet. Nou, neem aan dat het een voorzet was. Maar zo'n bal kan ook een doelpunt opleveren. Zeker als het niet heel overtuigend wordt gekiept. Stankovic. Foutje. Ah nee, maar ja, dat past niet. Dan is het 2 tegen 1. 3 tegen 1 zelfs. Nou, als dit geen grote kans voor Emmen eigenlijk ook een doelpunt oplevert, dan weet ik het niet meer. Maar ja, zo dus. Zo kom je niet tot een doelpunt, zo kom je niet eens tot een kans in een 3 tegen 1 situatie. Wat is dit slecht uitgespeeld. De fout van Plat. Mirani kan ingrijpen, omdat de bal van Mendes te kort is. Lange bal op El Mesoudi, die de kans krijgt omdat Mirani mis zit. Hij heeft in ieder geval de bal, de kans nog niet, hè. El Mesoudi komt er langs, krijgt hem alleen niet voor. Het duurt dan toch net weer iets te lang. Emmen heeft de dreiging. Corner levert de kopkans op, maar over. Veldmaat. Die weet dat dit een behoorlijke kans was. Goeie trap van Diemers. Fijne opening op. Diemers, die heeft weer de ruimte om naar binnen te komen. Nu dan een zelfs schieten en een geweldige redding van Stankovic. De bank bij Emmen sprong voor een deel al op om het doelpunt te vieren. Want dit was weer zo'n Diemers special zoals we die kennen. Oh, had hem toch ook kunnen laten gaan. Dat was gewoon een doeltrap geweest. Nu heeft Emmen de bal alweer via Diemers. Voorzet richting Veldmaten, die daar nog stond, na de corner. Olcic, onder druk gezet door Derksen. En Derksen zorgt ervoor dat Veldmaten hem heeft. Die krijgt hem voor, Romani niet, maar daarachter moet hij erin. Maar El Mesoudi krijgt hem er niet in. Nou, als je Emmen vandaag zo ziet voetballen, is het geen wonder dat ze pas 7 keer hebben gescoord. Dat ligt niet aan de kansen, in ieder geval niet vandaag. Er zijn ook wedstrijden waarbij ze natuurlijk niet zoveel kansen hebben gehad. Maar vandaag zijn de kansen redelijk talrijk en behoorlijk groot. El Mesoudi krijgt wel tijd om aan te nemen. Wordt ook weer onder druk gezet door Ben Amar. Volendam probeert het wel, maar krijgt toch niet echt goed druk zo op de opbouw van Emmen.
Veldmaten, die bal is te verdedigen. Dan wordt hij zomaar weer ingeleverd door El Kadiri. Veendorp levert ook maar zo weer in. Buur. Goeie beweging van Ulcik. Maar zal Dirksen nog een keer voorbij moeten. Rechter op Muren en Muren recht op Van der Hart. Dat is een kans en dat is een goede aanval van Volendam. Ulcik vindt de ruimte om die voorzet op Muren te geven. Muren. Zoekt Eiting, vindt Eiting. En die vindt Van der Hart. Dat is uitstekend keeperswerk. Zeg maar 35 minuten lang amper een kans gehad. Maar dit zijn er twee in een minuut tijd. Stankovic. Veendorp vlak met Tart. Ah, hij is wel binnen te houden. Bouchouari, nou nu het overzicht. Hij geeft ervoor. Nou, daar is hij. Nou ja zeg. El Mesoudi. Veel leger gaat het doel niet worden. Hoe hij deze er niet in krijgt. Geweldige bal van Bouchouari. Ja, hij krijgt hem op de hak. Zo vermoed ik. In plaats van op de binnenkant van de voet. Het is een bal waarvan je hem aan ziet komen. Waarvan je weet, deze moet ik maken. En... maar uiteindelijk zit hij dus niet. Diemers. El Mesoudi terug op Diemers. Daar is de volgende kans. Voor nu de hoek te lastig en dus maar laten voor een corner. Kom op Emmen, maak een goal, komt er van de tribunes. Nou, ze doen hun uiterste best. Aan de hoeveelheid kansen ligt het niet. Aan de grootte van de kansen ligt het niet. Maar wie krijgt die bal uiteindelijk in het doel? Dat is de grote vraag. El Kadiri. Schot wordt aangeraakt en valt er bijna in. Van der Hart, paal. Zo ontsnapt Emmen. Het was een hele onfortuinlijke treffer geweest voor Emmen. Omdat hij zo van richting werd veranderd. Ja. Af en toe ook maar eens gewoon schieten met wat overtuiging. Dat deed Volendam hier in ieder geval. Merkin. Krijgt hem voor, valt goed en hoog Muren. Te hoog. Eiting, Muren. Eiting. Ulcik. Had al een aardig schot. Deze is heel aardig. Het is 1-0 voor Volendam. Walid Ulcik. De tweede helft is al veel beter van Volendam dan de eerste. Dat is ook niet zo moeilijk. Maar zij scoren wel. Dat is het verschil voorlopig. Je voelde hem een klein beetje aankomen. Emmen heeft het niet meer. Volendam staat beter. Muren er net niet tussen. Bouchouari dus. Mendes wachtte goed. Voorzet en daar is de 1-1. Deze was toch wat moeilijker dan de kansen die hij al heeft gemist. Maar ja, misschien als je niet de tijd hebt om na te denken, kan dat helpen. En nu scoort El Mesoudi wel. Wat een opluchting zal het toch ook zijn bij hem. Na die misser en gigantische missen in de eerste helft. En dan is het bijna meteen ook een tweede kans voor Emme. Ja, maar dan is het toch weer wat te wild bij Rui Mendes. Ontzettend leuke wedstrijd dit tussen Emmen en Volendam met heel veel verhalen, heel veel kansen. Dit zijn geen ploegen die helemaal niet meer weten hoe ze moeten voetballen, dat is duidelijk. Er gebeurt genoeg, er zijn kansen genoeg, maar deze gaat dan weer in het zijnet. Veendorp, Heijlen, benieuwd of hij het volhoudt. Heijlen uitgespeeld. Oh, de ruimte ligt er voor Volendam. Oh, naar de andere kant. Had ook gekund. Nu is het Muren. Die legt hem bij de tweede paal. Waar Veldmaten wegkopt. En Eiting alle kans heeft om uit te halen. Maar dat niet goed doet. Het grote spektakel. Dat valt toch niet meer echt te verwachten. Qua open wedstrijd. Daarvoor in de slotfase het lange te groot.
Maar Emmen zoekt nog meer dan Volendam naar de tweede treffer. Diemers krijgt hem aan de andere kant. Daar ligt de meeste ruimte. Diemers, dat vindt hij, die ruimte. Een schot van Zivkovic geblokt. Ai, ai, ai. Daar was wel de kans voor Zivkovic. Maar geen treffer voor hem. Nou, misschien moet hij hem laten, maar nee, als spits op zoek naar het doelpunt neem je hem aan en probeer je het zelf. Kijk, Volendam nu met 6 man op laatst een beetje achterin. Dus even uit, timed niet helemaal lekker. Veendorp kan door naar Bouchouari. Aanname is goed. Voorzet lijkt te hard, maar kan nog wat opleveren via Dirksen. Bal valt goed, maar het blok vol overtuiging. Dat is sterk gedaan. Voorzet op Rui Mendes, die legt hem terug. Bouchouari, nee! Hij drukt hem wel lekker, maar schiet naast. Bal die zo lekker aankomt vliegen. Moet je zo nemen. Nou, dat blok, dat was er ook wel eentje. Een wedstrijd die vanaf de eerste tot de laatste minuut vermakelijk was. Zeker niet allemaal even goed. Maar waarbij bij Emmen toch echt het gevoel zal overheersen. Hoe is het mogelijk dat we deze wedstrijd niet hebben gewonnen?